Gisteravond en vannacht, dames en heren, heeft zich in de buurt van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen een drama voorgedaan. Fitte, jonge, sportieve mensen die de zee daar kennen als hun broekzak, zijn toch in de problemen geraakt. En hierbij zijn 5 mensen omgekomen. Het verdriet in de Scheveningse gemeenschap en daarbuiten is onvoorstelbaar. Men weet hier, als geen ander, dat de zee geeft en de zee neemt. Maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken en zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend wreed. Ik weet dat dit nu nog geen echte troost biedt, maar aan alle getroffen families wil ik laten weten dat wij allemaal in Den Haag om u heen staan. Ik wil mijn grote waardering uitspreken en ook mijn dank aan alle hulpdiensten, de professionals en de vele vrijwilligers van de KNMR, de kustwacht, politie, brandweer, GGD hebben als bezetenen gewerkt en ook samengewerkt om te redden wat er te redden was. Letterlijk. Ik heb dat ook gisteravond met eigen ogen mogen zien en ben diep onder de indruk. Het is nu nog te vroeg om definitief vast te stellen wat er precies is gebeurd en welke samenloop van omstandigheden gezorgd heeft voor deze dodelijke uitkomst. Wij gaan dat vanzelfsprekend tot op de bodem uitzoeken. Hoe kon het dat mensen met zoveel ervaring op een plek die goed bekend was, toch volkomen overvallen zijn? Maar ook, hoe kon het dat er zich bij het ene havenhoofd een drama afspeelt, terwijl er bij het andere havenhoofd nog geen 100 meter verder nog tot laat in de avond werd doorgesurfd. Bij de ongekende reddings- en bergingsoperatie gisteravond, vannacht en vandaag zijn alle hulpdiensten op hun manier betrokken geweest. En om tot een goed inzicht te komen van de mogelijke oorzaken, dus ook van mogelijke oplossingen en aanpassingen voor de toekomst, gaan alle onderscheiden hulpdiensten eerst goed hun eigen optreden evalueren en gaan we die informatie vervolgens bij elkaar brengen. In de loop van volgende week komt de veiligheidsregio Haaglanden daarover met de eerste informatie bij u. Vandaag spreken we over de slachtoffers. Morgen gaan we beginnen met te begrijpen wat er is gebeurd. En ik begrijp natuurlijk dat u 100 vragen heeft en die vragen hebben wij ook. U kunt uw 100 vragen straks 100 keer stellen en ik zal u 100 keer zeggen dat gaan we uitzoeken. Maar daar brengen we nu onze slachtoffers niet mee terug. Zij, hun familie en vrienden verdienen vandaag en morgen en overmorgen onze aandacht en steun.